Dit is Music Runs the World, de podcast voor muziekindustrie-insiders. Ik ben je host, JP, en hier proberen we samen de geheimen van de business te kraken. One conversation at a time. Van management tot live event. Van publishing tot marketing. Welkom bij. Music Runs the World. Je kunt wel door in, in overleg te treden met politie, met die sector, met. met met ja, allerhande organisaties in die sector kun je trachten dingen te laten zien en eventueel veranderen. Dat is, dat is een werk van jaren. Wat met de export van Belgische muziek? We zijn in Vlaanderen heel erg sterk in het verdelen van de armoede. Je gaat hier een beetje iedereen tevreden, ja, maar eigenlijk brengt het ons niet verder. Dag Luc. Dag Jean-Philippe. Hallo. Hoe gaat het met jou? Goed, ja, uh, drukke tijden, maar dat is normaal. Uh, dat is goed begin van het jaar. Uh, zeker. Uh, vooral uh, doordat ik voorzitter nu ben van de kunstwerkcommissie. En dat de kunstwerkcommissie is officieel van start gegaan 1 januari 2024. En dat betekent dat er in dat kader, maar we gaan ja. daar, neem ik aan, nog op terugkomen. Dat er in dat kader heel veel. Uh, ja, werk is, vergaderingen, uh, afspraken uh, en dat, maar dat is heel boeiend. En het is ook mm. ja, een beetje terug, uh, de zaken komen op gang. Uh, gisteren uh, was er een receptie van playwright en, en ja, ja, je de... voelt dat het zo weer aantrekt. Uh, dus dat is fijn. Maar ja, ja, alles oké. Okay. We, we zijn er klaar voor. Voor, <laughs> voor het nieuwe boeiende jaar, dat zonder twijfel. Heel ja, belangrijk. Ja, ja. Um, voor de mensen die jou niet zo kennen, wat is... Eén ding dat je graag weet, dat, gra dat je graag wilt dat mensen weten over jou als persoon. Uh, dat ik een ongelooflijke liefhebber van muziek en van de kunsten in brede zin ben, uh, en dat ik wat dat betreft ja. een, een omnivoor ben. Uh, ja, gehinderd door was wel allemaal, gebrek aan tijd, hè. slechts één leven, terwijl je eigenlijk met negen nog niet zou genoeg hebben. Dus ja, film, tv, muziek, eh, sport ook wel graag. Uh, maar maar het, is, het is ja toch het bijblijven op, op cultureel vlak eh, en, ja. en, en dingen ontdekken eh, in, in al die disciplines, dat is eigenlijk het fijnste. Ja, ja. Maar natuurlijk, ja, daar is dan, daar, daar gaan we het zonder twijfel ook over hebben, daar is dan. Een professionele dimensie bijgekomen. Uh, ah, ja, ja, dus, uh, ja, voor ja. sommige uh, mensen blijft het een hobby, voor anderen <laughs> neemt het grotere vormen aan. En, uh. Ja, maar, maar ja, ik ben uit die, die liefde voor muziek ook wel uh, in het begin artiest. Had ik artistieke aspiraties ook. Ik heb nog een klein muziekstudiootje, zo, hè, home studiootje mm -hmm. uh, Ik heb in groepen gezeten hier in België. Ik heb ook uh, in een groep gezeten in Engeland. Uh, maar goed, dat is niet gelukt. Uh, ik heb daar heel veel van opgestoken. Dat ik dan ook weer later in mijn, mijn professionele leven heb ik kunnen uh, gebruiken. Uh, maar ik ben er ook, ja soms lukt het en soms lukt het niet. Hè. En dat leert je ook. Dat het in de muziek en, en in de kunsten in het algemeen, ja, dat het dikwijls van ja, zoveel factoren afhangt. Uh, maar dat, ik kijk daar zeker niet op terug als een gemiste kans. Het is wat het was. En, en het, ik heb daar ook heel veel van geleerd. En, ja, kijk daar maar mee. Alles heeft ook een tijdslimiet. Sommige, sommige, sommige dingen duren lang, andere dingen duren juist, korter. Juist. Uh. Ja, ja. En ja. Nee, het is, het, is, het, is, het is een stuk dat mij gevoed heeft. En, en, en af en toe, als ik een beetje mag, speel ik nog wel wat muziek, maak ik nog wel wat muziek. Uh... Het was goed om in touch te blijven met ja, absoluut. je innerlijke absoluut. artiest. Uh, absoluut. Uh, want je ja. hebt, hebt dan een verleden ook bij, uh, bij platenlabels. Ja. Ondertussen al jarenlang actief als juridisch uh, en zakelijk adviseur. Hij zei het net zelf: je bent uh, nu actief als voorzitter van uh, de Kunstwerkcommissie. Um, want je bent eigenlijk, als ik het algemeen een beetje bekijk, heel erg betrokken in wat dat cultuurbeleidsmatig uh, vorm te gaan geven is. Uh, je was ook actief binnen playwrights. Maar voor mensen die misschien de hele omschakeling binnen de kunstwerkcommissie uh, niet kennen, want vroeger was dat het kunstenaarstatuut, dat is mm -hmm. altijd ook in mijn hoofd uh, hoe dat het ja, 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 ja. bestempel. Um, wat is er nu veranderd of wat is de kunstwerkcommissie nu? En wat doe je ja. daar dan? Uh, de... Kunstwerkcommissie is inderdaad het scharnierpunt van die nieuwe wettelijke regeling rond kunstwerk, zoals het nu heet. Het kunstenaarstatuut, als dusdanig die, die term bestaat niet meer, dat was ook nee. maar eigenlijk een heel kleine, beperkte regeling in de werkloosheid. Ja. Uh, de wetgever heeft dat opengetrokken naar een breder, uh, een bredere visie, eigenlijk minder weg van werkloosheid, maar eerder op. De werkstelling En de goede voorwaarden scheppen voor de werkstelling, uh, met dus ook sociale zekerheidsbescherming voor uh, de kunstwerkers. Daar is ook de dimensie bij gekomen dat het niet alleen meer gaat over de artiesten zelf, maar ook over de artistiek-technische en de artistiek ondersteunende functies. Technici, ja, ja, ja. Uh, uh, zelfs curatoren, enfin, het hangt er een beetje vanaf van de situatie, want er zijn natuurlijk heel strenge. Uh, uh, criteria die gesteld zijn in de wet. Je loopt niet zomaar binnen en je vraagt je kunstwerkattest en het is geregeld. Nee, het, het, er moeten een, een aantal criteria vervuld worden. Mm. Maar het is alles samen een bredere regeling. Die commissie zit nu, uh, is nu bevolkt door uh, mensen uit de sector zelf, veel meer dan vroeger. Eh, daar zit dat is een, wel een, een, een goede Ja, zaak, dus, dus ja. dat is een, 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 een visie die je toch krijgt vanuit de sector zelf. De wetgeving is ook tot stand gekomen in overleg met de sector, wat ook wel toch heel bijzonder is. Waarom is en, dat bijzonder? Omdat je dikwijls politiek gezien dat men het. ja, als een soort dictaat en de politici zeggen wij ja, weten het, ja, ja. en de administratie zegt wij weten het, en voilà, we gaan dat zo doen. Om dan daarna dikwijls te zien van oei, ja, we ja, ja. hadden we maar naar de het mensen, in de, ja, de naar de mensen in de sector zelf. geluisterd. En dat is mm. echt waar we de, in deze zeker gedaan. Nu, we gaan nog altijd moeten bewijzen dat we het uh, goed kunnen hè, op de rit zetten en houden. Ja, uh, ja, uh, maar wat ook belangrijk is, is natuurlijk, ja, als je nu voor een kunstwerkattest gaat, dat je dan, uh, eens dat je dat verworven hebt, voor x aantal tijd, was niet voor eeuwig, hè, mm -hmm. tussen drie à vijf jaar, dat je dan kunt ook, als je zou een aanbieding krijgen van RVA of zo, dat je kunt zeggen, ja, maar Nee, sorry, ik zit even tussen twee opdrachten, tussen twee jobs. Ik hoef niet mij nu te gaan uh, aanbieden om deze of gene job te gaan doen die buiten mijn artistieke werk valt. Ja. Dus dat is ook heel belangrijk. Vroeger moesten mensen... Zich dikwijls, hè, zeker als het dan in de werkloosheid, moesten ze zich dikwijls gaan verantwoorden: Ja, maar ja, we hebben hier een job voor jou in, de in, in, in het restaurant X of Y. Uh, ja, okay. hè, ja. uh, en dan moest men op straffen van verlies van uitkering dat gaan, gaan eventueel aannemen maar als gevolg dat mijn zijn carrière als artiest eigenlijk moest opbreken. Dus, dus in die zin is dat ook wel een heel ander verhaal. Uh, uitdagend is natuurlijk, dat is federaal, twee taalgroepen. Ja, uh, dat is altijd een beetje de uitdaging. Ja, maar dat ben, lacht, ik dan, dat ben ik dan wel gewend van bij Playwright. Uh, Playwright is ook een federaal ja. werkende beheerorganisatie, dus waar ook de twee landstalen evenredig in vertegenwoordigd zijn. Ik heb dat altijd ook zeer boeiend gevonden, zeer fijn die, 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 die dag. Dat Belgisch aspect. Dat is inderdaad, ik vind dat persoonlijk, het is soms, mensen voelen zich Vlaming, mensen voelen zich Waal, maar de Belg op zich bestaat ook echt wel. En... Ja, en ik vind ook dat ons, ons culturele oogst en, en ons culturele erfgoed, dat dat dikwijls de, goeie, de, de heel bijzondere dingen daarin die onderscheiden zich net omdat die twee, Vlaams, mm -hmm. Frans, daarin zitten. Stromae, Brel, Arno, Chantal Ackerman, noem maar op. Dat is de stripwereld. Strip ja, de, de, vlaams, ik dat vlaams nog nooit vlaams Vlaamse vertaal. Okay, je had de school van Charleroi, de, de grote Franstalige, maar je had ook Sommigen. Je hebt, je hebt, je hebt, je hebt, Hergé was ook beïnvloed door, door uh, Nederlandstalige stripmakers. Dus je, je ziet altijd dat daar een, een extra dimensie. Deus, idem dito. Deus in de tijd getekend bij, uh, god betert, een klein Frans, le, uh, Franstalig lepeltje, leventje, Waals lepeltje. Dus dat is, uh, dat is telkens, m, mijn zin is opvallend, ja. dat je die twee, die twee dimensies hebt die daar een extraatje toevoegen. Of, of anders gezegd, die eigenlijk het wezen uitmaken van, van die goede Belgische kunst, ja. zeg maar. Ja. En wat is de uitdaging voor jou nu als voorzitter het komende uh, jaar? Goeie vraag. Uh, om al die stakeholders, want daar zitten ook mensen bij van de hè, dus RSZ, ja. Unizo, vertegenwoordigers van de zelfstandigen, de, uh, de, de werkgevers, uh, RSVZ. En de mensen uit de kunsten natuurlijk, om die, al die stakeholders met de neusen in dezelfde richting te houden. En te laten ja. zien dat we. De sector binnen dat nieuwe kader de zaken goed kunnen bestieren. Ik weet dat er bij de buitenwacht zo'n beetje het ja, de kritiek is of was, zeker tijdens de parlementaire debatten. Ja, maar ja, je geeft dat in handen van de kunstensector en gaan, die gaan die alle, er alles en iedereen hijsen in die regelingen. Die gaan daar een hangmat uh, aanbieden aan uh, iedereen die erom vraagt. Dat is dus zeker niet de bedoeling. Uh, de bedoeling is om dat duidelijke wettelijke kader goed in te vullen, die commissie goed te laten werken. Degene die terecht zich gegadigd voelen voor zo'n kunstwerkattest, mm -hmm. dat die op een correcte, snelle, duidelijke manier dat is de bedoeling. Maar het is niet de bedoeling van, van dat veld open te trekken naar alles en iedereen. Er zijn, zoals ik zei, duidelijke criteria. Die, die ja, de dat is inderdaad wel... Er zijn inderdaad heel veel positieve aspecten aan, aan het kunstwerk getest um, zijn er dat je als kunstenaar gewoon de vrijheid krijgt om niet constant te moeten uh, uh, helpen in te trekken, om mm -hmm. tijd te hebben om te creëren en Juist. dan ja. daaruit uh, te gaan halen. Um, ik heb altijd dat gevoel gehad dat er inderdaad zo'n soort van stigma bestaat rond ja. het vroegere kunstenaarstatuut. Zoals dat je zei, heel mooi gezegd: uh, de hangmat. Ja. Um, hoe, uh, hoe wordt het dan nu in de nieuwe regelgeving aangepakt? Of, of zo zegt je uh, toch wat Wel, de, bewaakt? De, de criteria zijn verduidelijkt. Hey, uh, er, er, bijvoorbeeld, kernbegrippen in de wetgeving zijn artistiek, creatie en uitvoering. En dat hmm. zijn ook begrippen die we kennen uit het auteursrecht en nabuurgrechten. Dus, ja. Vroeger was die, uh, waren die, was die afleiding van begrippen niet zo duidelijk. En de vorige commissie Kunstenaars. Die worstelden daar heel erg mee van, ja maar ja, kunstzinnigheid, uh, wat is dat nu eigenlijk? Dat waren heel veel grensgebieden, die zijn er nog hoor, maar ik denk dat door een veel preciezere uh, wettelijke regeling, dat we die nu veel duidelijker kunnen, gaan kunnen, uh, kunnen afleiden. Ja, okay. uh, en ja, zeker ook niet te vergeten, die, dat, dat test, dat geldt maar voor een bepaalde periode. En... Eens dat je het einde van die periode van drie of vijf jaar nadert, moet je opnieuw laten zien dat je de voorwaarden vervult. Okay, uh... En dat was ook een, toch wel een beetje een, een fout in het oude systeem. Uh, het was redelijk moeilijk om daarin te geraken, bij wijze van spreken. Maar eens je, je erin zat, ja. kon je er makkelijk in blijven. Golden Years. Ja, maar, ik wil ook niet zeggen dat daar dan allemaal misbruik is van gekomen. Maar dat was toch een andere manier van, 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 rege van regelen van de zaken. En nu is het effectief, er worden wat meer incentives gegeven om in die regeling te gaan, mm -hmm. maar je moet ook wel zien en laten zien dat je, dat je ze kunt blijven gebruiken en dat je ze kunt blijven, uh, dat je kunt, blijf, uh, kunt aanspraak op blijven maken. Dus dat is toch wel terecht wat verfijnd allemaal. En, en, en ja, dat, uh, we gaan nu zien hoe het systeem er uh, gaat uitkristalliseren, maar ik heb er een goed gevoel bij. En de eerste gesprekken ook met... De, want er is een ondersteuning van de, uh, de FOD Sociale Zaken. Er zit een heel team working in the arts. Ja, uh, ja. Die natuurlijk ook uh, op vlak van communicatie, van administratie, van juridische uh, uh -huh. evaluatie heel veel ondersteuning bieden. Het toch wel een groot team. Merk je dat als ik even inzoom op de muzieksector... Is dat, is dat een moeilijk gegeven voor muziekartiesten in België om daar ja, opnieuw te kunnen voor in aanmerking komen? Want het is nu een beetje een kortere periode. Mm -hmm. uh, is, dat, is dat challenging voor artiesten in België? Ik denk dat dat voor artiesten en kunstwerkers in het brede zin altijd een challenge is. Ik kan moeilijk zeggen, het is makkelijker. Voor de mensen in muziek, dan bijvoorbeeld de mensen in beeldende kunst. Elk van die disciplines heeft, heeft zijn uitdagingen. Uh, en en ja, het hangt er ook vanaf wat, wat je als artiest of als kunstwerker beoogt. Hè. Ben je iemand die ja, in een museale context. of die misschien zelfs muziek maakt voor, muzikaal, eh, voor, uh, voor museale creaties, hè, multidisciplinaire installaties. Ja, dan zit je met een heel andere visie naar de dingen te kijken, dan hmm. iemand die die ja die die slagers wil gaan zingen. Uh, en, en de kunstwerkambitie is daar heel neutraal in. Dus er, er, zijn ja. geen, er zijn geen oordelen over kwaliteit, over intenties of of, of over. Geen appel met. Nee, maar maar kijken. Ja, wat, wat, zijn de, de specifieke, wat is de specifieke werkwijze van degene die het aanvraagt? Komt hij of zij aan die voorwaarden tegemoet? Maar ik kan heel moeilijk zeggen... Ah ja, dat gaat dan makkelijker of minder makkelijk in de muziek. Mm. Dat, zelfs binnen de muziek is die, zijn er zoveel situaties waarin mensen werken. En het zou ook duidelijk zijn, de, de optie... Ik word zelfstandiger, bestaat ook nog. Hè. Het, is, het, is, het, het kunstwerkattest ja, ja. is... is één manier van, uh, van je sociaal-rechtelijk uh, te organiseren. Maar als je zegt, ja, ik zit in een situatie waar ik mij beter uitkom uh, voor zelfstandigheid te kiezen, of bij beroep in zelfstandigheid, ook dat kan. Dus er is, het, het palet is zeer breed. Juist omdat in elk van die disciplines ja, er zijn zoveel verschillende syste mm -hmm. systematieken, werkwijzen. Uh, ja, situaties waarin mensen werken zijn ontelbaar. Het is natuurlijk ook een, uh, een groot politiek vraagstuk, want wat ik toch vaak hoor, wat mensen ook hier al op de podcast hebben nagehaald, cultuur staat niet op de top drie van de politieke agenda Aha. meestal. Dus dat is altijd denk ik een beetje een uh, om daar gehoord te kunnen worden. En zo'n hervorming, dat, dat vraagt dan nog, nog een extra Aha. uitdaging, een push aan de kar. Um, op welke manieren um, probeer jij of, of wij als sector eigenlijk die politiek achter ons te krijgen? Uh, wel persoonlijk, ja, ik heb natuurlijk een, een, een tijd voor platenfirma's gewerkt, daar ook heel veel gezien en opgestoken, ja. ook in internationaal verband. En dan via collectief beheer, playwrights, eigenlijk gezien hoe je met zo'n collectief beheerorganisatie, die toch heel veel rechthebbenden vertegenwoordigt, waar je middelen kunt inzetten om effectief aan... Politieke beïnvloeding te gaan doen. Politieke beïnvloeding, natuurlijk, ja, dat, mm. dat, dat zijn geen lobbymiddelen zoals grote bedrijven hebben. Maar je kunt wel door in, in overleg te treden met politie, met die sector, met, met de, ja, allerhande organisaties in die sector. kun je trachten dingen te laten zien en eventueel veranderen. Dat is, dat is een, een werk van jaren. Maar met Playwright hebben wij dat kunnen doen op heel veel vlakken. En dan krijg je ook de smaak te pakken, dan, 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 ja. ook met de muziekgilde. He, want dat, dat is uiteindelijk voor mij cruciaal. De vereniging van, van, van artiesten is noodzakelijk om dingen te veranderen. Mm -hmm. als je, en dat, dat geldt voor iedere, iedere beroepsgroep, he, als je niet spreekt en zegt wat je, wat je wil, hoe je je sector ziet, en als je je niet verenigt, ja, dan gaat er ook niks gebeuren. En dat is toch wel gelukt met een, een ploeg die, die daar ook de, de inzichten, de kennis, de, de, de ervaring had en. en ja, hebben we wat dingen kunnen veranderen? Daar, die zijn ook goed gevallen bij een regering zoals we die nu, hè, die nu aan het eind van haar legislatuur komt, ja. die had dan in haar regeringsverklaring gezegd: wij gaan het statuut veranderen. Wij gaan uh, ook kijken naar uh, cultuur en naar de omkaderende uh, regelgeving rond cultuur. En daar hebben wij goed gehoord gevonden. Het was ook een, een, een zeer kleurrijke coalitie. Misschien was dat ook een goede zaak. Heel veel partijen die dan uiteindelijk hebben toch geluisterd naar de sector, die hebben allemaal gezegd van oké, okay, wij, wij gaan dit getrouw de regeringsverklaring ook op de rit zetten. En zo zijn we gekomen tot de, de implementatie van de DSM-richtlijn over streaming, onder andere, tot uh, nieuwe kunstwerkcommissie en het kunstwerkattest. En ook, last but not least, het behoud van de fiscale regeling voor auteursrechten en buurgerrechten. Dus... Kan je dat een keer uh, kort uitleiden? Want dat, dat... dat laatste, bedoel je? Dat laatste, ja. Uh, wel, dus in ons land, uh, sinds 2008, is er uh, een best een gunstige fiscale regeling voor inkomsten uit auteursrechten en buurgerrechten. Dat was de wet Monfils uh, in der tijd. Dat was uh, nota bene frans Franstalig-liberaal politicus. En die, uh, dat is dus eigenlijk een... een aan de basis een tarief van 15% roerende ja. inkomsten. Ja. Wat zeer gunstig is. Nu, in de loop der jaren hadden nogal wat uh, niet-actieke beroepen, zoals uh, IT, marketing, uh, architecten, hadden zich allemaal binnengehezen in dat gunstige standpunt. Wat er ook ergens een soort van intellectueel eigendom wordt. Soms wel, okay, daar ja. was dat aspect, maar de wet, de initiële wet was zeer duidelijk. Nee, nee, het is voor artistieke beroepen. Ah, en, okay. Maar door, door wat foute signalen van politici is dan ook de, de rulingcommissie daarin betrokken geraakt en heeft men dat zo'n beetje als toemelings wat open gaan trekken. Tot op het punt dat heel veel mensen, politici en de, 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 ook de de instantie ontsnapt, die toezicht, toezicht, financiële toezichthouder, die zei, ja maar dit, dit loopt hier de spuigaten uit, dit, dit, ja, ja. Hier, hier wordt zoveel vrijgesteld, alleen niet vrijgesteld, maar getarificeerd aan een, een zeer gunstig tarief, dat de, belasting, uh, de belastinginner, de overheid er heel veel aan toeschiet. Mm -hmm. Dus dat was een, een, een verbreding en een beetje een... Ja, de, 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 het Een systeem werd geweld aangedaan In zoverre dat, dat, dat sommigen zeiden: we gaan het afschaffen. En toen, hè, toen is vanuit de sector de, de, de urgency ontstaan: van ja, maar we gaan hier het kind met het badwater toch niet laten wegnemen. Ja, ja. En ook daar. Met het kabinet van Peter in dat Working in the Arts traject, hè, dus dat toch eigenlijk de, de, al die, die maatregelen heeft onder, onderbouwd, euh, zijn we ook ingeslaagd om die regeling te houden. En wat nader uit te, te, te kristalliseren. Ja, 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 ja. Dus, dat, okay. dus ik verdenk mij niet van enige politieke aanhorigheid, maar ik kan <laughs> samen met vele anderen alleen maar vaststellen dat deze regering. Heel veel gedaan heeft, federaal dan, heel veel gedaan heeft voor artistieke bewoners. Dat is als goed dat dat gezegd wordt, want ja, ik heb, ja, vind dat wel voor een, iemand nee. zoals mij, ik volg weinig politiek. Uh, en meestal, als je dit hoort over politiek, is het iets negatiefs. Ja, 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 dus ja. soms uh, de positieve dingen benadrukken, is, ja. uh, kan geen kwaad. Nee, dus, en dat, ik moet mezelf daar ook geen geweld aan doen, dat is gewoon zo. Ja? Mm -hmm. dus, uh, is, dat, dat, is dat op, op Vlaams niveau? Uh, ook zo? Of uh, hoe verschillen? Dat is een andere een, een kwestie. Eh, trouwens, ik wil nog even benadrukken, jean philippe wat ik zeg vandaag, eh, zeg ik in persoonlijke naam, zeg ik niet als voorzitter van de Kunstwerkcommissie. Nee, nee absoluut. Ja. Eh, dus, nee, het, 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 als Luc, bedoelt, nee, als Luc En hem. niet als. Uh, voilà, ja, afijn, ja. niet dat, dat het een nu plots helemaal tegen het ander zal ingaan. Maar, maar het is allee, ja, ik moet zeggen. Ik heb van, van, van deze Vlaamse regering op het vlak van cultuur, haar cultuurbevoegdheid, heel weinig gezien. Er is heel veel gebakkeleid over ja, de subsidies, de hoogte van de subsidies. Men heeft zich dan nog een aura van uh, goedheid uh, aangemeten door nog heel veel post-factum uh, post last-minute nog wat extra miljoenen erbij te pompen, vooral in de erfgoed- en museumsector. Fijn, hè? Dat is, dat is super. Ja. Er kan niet genoeg, kan niet genoeg uh, ondersteuning van de kunsten en van cultuur zijn. Hè? Mm -hmm. Maar aan visie, en zeker op de muzieksector, heb ik eigenlijk niks gezien. Het is, uiteindelijk het gaat cultuurpolitiek gaat ook niet alleen over geld, hè? het gaat ook over visie. Ja, absoluut. En daar, ja, daar in. Is, 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 mijn zin is niks. Uh, de sector is daar ook nooit gehoord van, enfin, ja, er zijn natuurlijk flankerende instellingen, die hebben dan wel in contact met de sector zelf, de mensen zelf die op de, op de, op de werkvloer werken, zeg maar. Die, die, maar anderzijds, en daar hebben we het ook al eens over gehad daarnet, uh, ja, ze moeten zich ook wel organiseren. En dat is dikwijls ook, we moeten in eigen boezem kijken, je ziet dikwijls dat kunstenaars... Het moeilijk hebben om zich te organiseren, om dat engagement concreet te maken. En dat... Om als een verenigde stem te spelen. Ja, en, en, en ja. het is één zaak van op Facebook natuurlijk te klagen over dit of over dat. Maar <laughs> dat is de uh, je... easy way. Ja, dat is de easy way. Je moet, je moet echt aan de slag. Je moet communiceren, je moet standpunten bepalen uh, samen met mensen en kracht ontwikkelen om dingen aan te kaarten. En natuurlijk. hoe creëer je volgens jou een meer verenigde stem? Want moet dat, dat altijd wel een beetje afhangt van wie gaat hier leadership opnemen en probeert mensen aan boord te trekken. Ik ben daar eerlijk gezegd nog altijd niet helemaal uit. Wij allemaal, de mensen die, die, die de muziek gilden, maar ook collega's van de acteurs gilden. Ja, dat, dat, is, dat is heel moeilijk. Mm -hmm. uh, dat, dat heeft ook te maken met die bekende weerzin van uh, artiesten om hun ja, administratieve. Uh, fiscale regeling in eigen hand te nemen. Ze, ze vinden dat nogal bedreigend. Ze vinden dat nogal <krijgert> moeilijk. Ja, en dat, dat is, vind ik, toch wel iets dat noodzakelijk is. Zoals iedereen in, in, in die, 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 die met iets bezig is, of dat dan nu patisserie maken is, uh, uh, ja, een uh, uh, loodgieter, uh, een dokter, maakt niet uit. Je, je moet je toch een beetje bevragen over hoe. hoe Sta ik in mijn beroep? Wat wil ik daarmee? Hoe ga ik dat bereiken? En hoe organiseer ik me? Mm -hmm. En ik denk ook daarnaast... Ik ben uh, zeer blij dat ik al twintig jaar mag lesgeven op, op het conservatorium hier. Een cursus Juridische en Zakelijke Aspecten van de Muziekindustrie. Dat is het, na het enige hoge schoolinstitut in de kunsten dat dat aanbiedt. Hè. Dat zegt van, dit vinden wij mm -hmm. belangrijk. Dat je weet hoe jouw sector in elkaar zit en waar je moet op slaan. Het is nergens laatst... anders... Het begint bij een bij opleiding of bij opleiding. Het begint zeker bij opleiding, ja absoluut. Uh, die bewustmaking die zit veel te weinig in uh, het onderwijs. Het hoger kunstonderwijs dan. Mm. Uh, die, die, die zou daar moeten in verankerd zijn. En ja, niet, niet iedereen in, in onderwijskringen in, ziet dat als een, een absolute vrijheid. Even een korte boodschap van algemeen nut. Vind je deze podcast leuk of heeft het je al iets kunnen bijbrengen? Can you show it some love? Volg of abonneer je op Spotify, YouTube of waar je ook luistert. En deel het gerust met een vriend, want... Hoe meer liefde deze podcast krijgt, hoe interessanter de gasten worden. Back to the podcast. Dus om even door te gaan op dat onderwijs: mm -hmm. er is wel duidelijk een nood aan een, een betere omkadering. En zoals hij aangeeft, scholen beginnen dat ook wel te merken. Mm -hmm. uh, er bestaan nu ook al managementopleidingen. Mm -hmm. uh, dus dat, dat komt er wel. Maar inderdaad, als artiest, uitvoerende muzikant, ga je naar een, een artistieke school eerst om kunst te leren. Mm -hmm. Uh, dat zakelijk dat wordt daarbij gestopt. Hoe worden jouw, jouw lessen dan ontvangen? Wordt er ah. daar, daar een beetje positief naar gekeken? Of is dat, is dat moeilijk om toch die studenten mee te krijgen in het feit van, ja, er is meer dan enkel het creëren alleen als je dat professioneel wilt gaan ja, ja, doen. Ja. Je, je zou dat aan, aan mijn studenten zelf moeten vragen. <laughs> uh, maar, maar uiteraard heb ik daar zelf ook over nagedacht. Ik, en, en, en heb ik ook gezocht naar de juiste vorm. En, en soms gooi je die dan weer eens om, die vorm. Ja. Uh, dus trouwens, mijn boek uh, is daaruit voortgevloeid. Hè. Dus, uh, hier tekenen, let niet op de kleine letters, dat komt eigenlijk voort uit ja, dat lesgeven en, en dat zo bevattelijk mogelijk structureren van die lessen. Mm -hmm. Maar in het begin voel je wel, het is een jaarvak, uh, twee uurtjes per week. Uh, in het begin voel je wel zo van, moet die man hier vertellen en moet ik dit eigenlijk wel weten? Maar ik durf toch zeggen dat, dat, dat na verloop van tijd men, men ah, de, de dingen in een groter kader ziet. En, zegt van, en mm. het zijn ook mensen uit klassiek, uit productie. Eh, dat men zo een, een gezamenlijke sokkel ziet die voor iedereen wel interessant is en die men dan toch mee te pikken. En ik zeg ook ja. van in het begin, het is niet de bedoeling dat ik die mensen, van die mensen juristen maak of specialisten. Ja, nee, absoluut niet. Zijn. maar zijn. Dat ze toch op zijn minst een aantal basisbegrippen mm -hmm. uh, leren kennen, reflexen aankweken. Dat is heel belangrijk. Dus het reflex, bijvoorbeeld: Ik moet mijn boekhouding goed doen, moet ik misschien niet zelf doen, maar ik moet daarvoor naar een boekhouder gaan. Dat soort evidenties, maar die voor velen ja, ja, heel ver van hun bed zijn. Als je het niet weet, dan kan je er ook niet op handelen. Hè? Voilà. En wat ik ook ieder jaar zie is dat daar. Een aantal mensen meteen dieper in die materie duiken. En, en de, ja, meer vragen stellen, uh, meer willen weten. En ik wil niet veralgemenen, maar dikwijls zijn dat ook mensen die later ook wel, ja, die je ziet doorbreken. Maar, nogmaals, ik wil niet veralgemenen, maar die, nee, nee, die, maar die, ik snap die dat kunnen interioriseren en daar ook hun voordeel mee doen. Die, die, al, die... Al, al die ambitie hadden om dat artistiek te maken en die dat aanwenden. Als middel om er te geraken. Als het Longevity maken. creëren. Eh. Ja. Maar nee, dat is niet. Zoals ik zei, om, om het te maken in de muziek <laughs> of in de kunsten, er zijn zoveel factoren die daarin. Eh, invloed ja, ja, de... ja, ja, er is ook geen eenduidige definitie van het maken. Nee, nee, nee. nee ik nee, 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 absoluut zeg nee. bij het bij van, doe ik graag wat ik doe en kan ik er mee rondkomen of kan ja. ik er een carrière mee uitbouwen? Ja. Ja. En... Dat is ook een beetje de visie van. van Conservatorium hier in Gent, onderdeel van School of Arts, dat, dat, dat men een zeer. Uh, Mijn men, men, men studenten tracht een heel breed uh, werkveld mee te geven. Dat ze, dat ze mm -hmm. thuis zijn in heel veel aspecten van het werkveld. En ah, ja. het, het, gaat, het gaat ook zeker niet over. Ah ja, wat genres, ja, jazz, of, of, of klassiek, of alleen klassiek. Maar, maar dat, dat, ja, dat men die grenzen een beetje wegneemt en dat men ook mensen opleidt die. En een arrangement kunnen schrijven, en een song kunnen schrijven, en iets kunnen opnemen met kennis van zaken. Mm -hmm. uh, ja, polyvalentie eigenlijk. In gunstige zin, dat betekent niet dat je, dat je dan de uitmuntendheid van bijvoorbeeld een instrument beheersen laat vallen. Mm -hmm. Dat is en blijft belangrijk. Ja. Toch ook die bredere visie. En daar hoort effectief ja, die, die juridische en zakelijke uh, bekwaamheid toch bij. Uh, van die vraag dat je dat je me zei dat je je stelt van wat binnen 20 jaar ik vind ik een heel sterk. Euh... Ah, ja, 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 inderdaad. Want je, je studeert nu, je, je hebt nu ambities als jong artiest. Maar wat binnen 20 jaar? Ik neem aan, als je daar eens over gaat nadenken, dat je nog altijd wilt bezig zijn in, in, in muziek, in je mm -hmm. sector. Maar je moet, je moet die vaardigheden hebben en je moet je die vragen stellen van wat doe ik, wat is er nodig nu om dat ook 20 jaar nog te kunnen doen. Is dat doen? de eerste slide van jouw je, van je les? Wat binnen 20 jaar? Nee, nee. De eerste slide van mijn les is, uh, uh, ja, is eigenlijk, uh, ja, het zijn twee caveats die ik meegeef. Eén. Je moet het onderscheid tussen auteursrecht en amburige rechten kennen. Als je hier buiten loopt zonder kennis van het onderscheid, dan ga je gebuisteren. En twee, uh, when in doubt, consult a professional. Dat... dat geldt voor alles in het leven, denk ik. Ja, ja. Uh, maar je, gaat, je, je ziet ja. uh, dat artiesten die reflex niet vanzelf hebben. Van, oh ja, we tekenen wel. Ja, dat ja, zal wel oh, super. En vooral, en, en zo maak ik het ook duidelijk: hè, denk niet dat. Iedere kans of schijnbare kans die je wordt voorgeschoteld, mm. dat dat de ultieme kans is dat je, als je, dat je die te allen prijzen moet aangrijpen, want dat je het anders niet gaat maken. Dat is wat heel veel producenten, publishers, zenders, mediagroepen doen. Hè? Ja, oké, okay, het is niet goed betaald, maar weet je, we gaan je exposure geven, het gaat je uh, bekendmaken en, en we gaan daar nog andere opdrachten uit volgen. Ik dus, ja, denk dat Luminus geen exposure aanvaardt als betaling. Nee, en ook een <laughs> chirurg, gaat niet nee. zeggen, daar moet je niet tegen zeggen: weet je wat, je mag mij opereren en ik ga zeggen dat je een goede bent. Ja, nee. Ay, dat is, is zo'n mythe. En toch, daar nog altijd iedere dag in. Hè. Dat is niet normaal. Maar natuurlijk mm -hmm. ook weer omdat ze zich niet gesterkt voelen door vertegenwoordiging, door, door vereniging. Ah, daar zijn, daar zijn nog, er liggen nog heel veel dingen in het vet hè? als je kijkt naar hoe omroepen en mediahuizen omgaan met, met artikelen. En dan kom je ook bij, bij de evidentie in mijn ogen dat je die dingen bij, bij wet moet veranderen. Als je dingen wil veranderen in de sector mm. moet je moet je, moet je organiseren, moet je lobbyen, moet je naar een wetgever gaan en zeggen wij willen dit anders. En dan in het beste geval, als ja. de politieke constellatie goed Niemand is, zal het je vanzelf geven. Nee. Nee, dus... Ik heb trouwens, jouw boek was ook een van de eerste zaken dat ik gelezen had toen ik... Begon in de muziekindustrie, want ik heb zelf Dank een u. opleiding, dus dat was een ja, podcast ja. en, en jouw boek. van vandaar, uh, heel boeiend. Van waar heb je dan het idee gehad om dat te schrijven? Was dat, eigenlijk, was dat een gevolg van het lesgeven? Of was dat al, ja, uh... zeker. Uh, dat, 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 dat kwam daaruit voort. Uh, je zoekt naar goede manieren om de studenten te boeien. Dat waren soms uitzendingen, maar documentaires, dan was dat een PowerPoint die ik had, dan waren dat ja. uh, voorbeelden van contracten. En omdat samenhangender te maken heb ik dat dan ja in tijdens een paar vakanties werkvakanties is daar de de, de basis voor gelegd. voorgelegd en en dan ja uitgewerkt over nou, een lange periode hè. Ja nee nee het is ook het is ook geen dun boek nee nee het is, is, is maar maar en ondertussen kort zal het misschien aan herwerking toe zijn maar dat, dat het, het was de coherentie die ik voor ogen had en ook het feit, het feit dat het wel fijn het, het streelt je ego als je een boek geschreven hebt en dat je dat dan gedrukt en wel ziet liggen natuurlijk. Mm -hmm. uh, alleen dat is niet alleen voor dat. Maar dat is wel fijn dat je zegt van, oké, okay, ik heb wat ik wil uh, zeggen en meegeven aan studenten staat hierin, maar niet alleen aan studenten. Ja. Iedereen die, die zeg maar de basics van 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 hoe de industrie werkt en, en hoe contracten in elkaar zitten, die daar meer over wil weten, ja, die vindt dat heel veel. Het is ook geen boek dat je in één ruk uitleest. Maar nee, nee, het is, het is, een stukken, is uh, ja, kleine stukjes. En, en, en af en toe is terugbladeren als je in een Want studenten gaan soms in situaties komen. Ja. dat ze hopelijk gaan zeggen. Ah, wacht, ik ga eens kijken wat daarover in dat boek. in onze cursus van toen Klopt, werd ja. gezegd. Om dat even op te frissen. Je hoeft dat niet van buiten te leren van nee, mijn, is, uh, voor mijn studenten. Dus een ramer creëren. En, uh, ja. Ja, ja. Dus, uh... um, om, dat is een topic die mijzelf uh, vaak interesseert, we hebben er al een keer over gediscussieerd. Uh, als we kijken naar de toekomst en het beleidsmatige. Er is heel veel te doen rond AI mm -hmm. de dag van vandaag. Positieve en negatief. Mm -hmm. Want het helpt iemand om creatiever te zijn of om deuren te openen, misschien binnen creativiteit die je voorheen niet had. Mm -hmm. Aan de andere kant, uh, we hebben het zelf onlangs nog een keer gedaan. Je kunt tegenwoordig songs maken met stemmen van andere artiesten. Mm -hmm. Uh, zonder toestemming, wat dan bij sommige wereldsterren in het verkeerde keel had geschiet. En mm -hmm. I don't blame them. Um, hoe, um, hoe is de, de wetgeving daar nu zich op aan het voorbereiden of proberen in te halen? Want vaak is technologie iets dat sneller evolueert dan de wetgeving. Ja. Hoe, uh, hoe bekijk jij dit? Eigenlijk nog wel behoorlijk optimistisch. Uh... Er zijn heel veel aspecten aan. Er is het auteursrechtelijke, maar er is ook het aspect van de persoonlijkheidsrechten, stem, voorkomen. Mm -hmm. um, en van, je ziet dat wetgevers in, in dat hogere, op dat hogere niveau van Europa, de States, zeer erg mee bezig zijn. Uh, ik denk dat ze ook beseft hebben dat dat ook aan de economie in brede zin wel zal raken en daar heel veel invloed op uh. zal uitoefenen. Dat is bijvoorbeeld een, een, een reflex die ze nog niet hadden toen het internet opgang maakte. En toen heel veel mensen in de artistieke sector zeiden van let op, want hier gaat van alles gebeuren. Mm -hmm. en, uh, het, was, het was toen ook piraterij, de platenfirma's zijn daar heel zwaar door getroffen in de tijd. En de artiesten ook uiteraard. Mm -hmm. Vandaag is men meer on the case. Uh, maar inderdaad, zoals je zegt, de technologie loopt voorop en het recht loopt daarachter. Onvermijdelijk. Uh, mocht je kunt ook geen dingen gaan regelen als je nog niet weet hoe de zaken zich zullen verhouden, hoe de spelers ja, ja. zich zullen gedragen, wat de, de problemen zijn. Dat kun je nog niet voorzien, dus kun je er ook nog eigenlijk geen efficiënt regelgevend kader rondmaken. Dat is onmogelijk. Maar men weet vandaag de dag wat belangrijk is. Mm -hmm. Dan moet je, en, dan, en dat zie je ook in, in auteursrecht en naburige rechten. Dan moet je kijken naar die dimensie in Europa en die dimensie in de States. Niet dat de rest van de wereld niet belangrijk is, maar daar ga je toch de grote discussies krijgen. Die zijn altijd iets anders. Mm -hmm. Het Amerikaanse recht is een heel ander rechtstelsel. Het zit anders in elkaar dan het Europese. Ook auteursrecht en naburige rechten uh, kennen daar de invloed van. En dan gaat er ook... Binnen WIPO, de World Intellectual Property Organization, dus dat is eigenlijk een afdeling van de Verenigde Naties, gaan er ook een aantal leidraden uh, verder worden bediscuteerd. Dat is nu, dit jaar, uh, mm -hmm. een van de topics, de voornaamste topics. In al die cenakels. we hebben al een AI-act in Europa, enfin, men is aan het werken, aan het afronden voor een AI-act, waar onder andere wordt gezegd, ja, maar je gaat voor uh, alles wat uh, songs en composities en opnames ga je moeten toestemming vragen. Uh, je gaat moeten transparant zijn als je dingen gemaakt hebt. Andere dingen te gebruiken mm. om je modellen te voeden. Enzovoort. Dus die, die grote lijnen zijn daar eigenlijk wel al uitgezet. Er was ook uh, in juni in Parijs... Binnen en, Europa dan? Binnen Europa ja. en steeds is men nog, nog meer aan het trekken en aan het duwen. Maar er is uh, in, in juni was er in Parijs een, een, een congres van de Alaï, dus Dat is de, de, zeg maar de grote academische organisatie waar heel veel hoogleraren, mensen uit de sector, juristen. Ik was daar ook en dat was zeer boeiend, want daar zijn eigenlijk een heel aantal leidraden uh, uitgezet. Ja. En die worden nu verder door wetgevers, door organisaties uitgewerkt. Wij hebben bijvoorbeeld in Europa de, dat, dat leerstuk van het recht, van afbeelding, recht op afbeelding, uh, persoonlijkheidsrechten. In de States hebben ze dat niet. Dus ah, ja. de Drake's okay. van deze wereld, die, gaan daar, die, die stonden natuurlijk op in achterspoten. want er was niet meteen een heel specifieke wetgeving daarom. Wij hebben de persoonlijkheidsrechten in Europa, dus dat kun je, als je dat soort zaken als artiest zou meemaken, kun je veel makkelijker tegengaan en dan kun je op grond van die wetgeving dikwijls, uh, ah, ja, okay. dikwijls uh, gewoon naar de rechtbank gaan. Maar is dat dan niet moeilijk, want stel dan, ik uh, ben een Amerikaans artiest, maar iemand in Europa... Doet dan iets dat in principe in Europa tegenstrijdig is, maar in Amerika niet? Dan kom je in het internationaal privaatrecht en dan inderdaad dan ga je moeten zien bij welke rechtbank welke recht roep ik in. Ja, Dat kan allemaal ja, zeer dus complex zijn. Dat dan een is het strategisch aan zin van hoe houden we dat hier. Ja, dat is, dat is ja. Fijn. Er zijn nog verschillen hè, tussen het Amerikaans en Europees rechtssysteem. Bijvoorbeeld in, in, in Europa, alle collectieve beheerorganisaties die treden zowel op voor mechanische rechten als voor uitvoeringsrechten. Mm. Ja, in de states is dat enkel voor uitvoeringsrechten. De, 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 de Mechanische, dan moet je met een uitgever dealen. Dus dat, dan, daar zitten verschillen in. En als je dan inderdaad, in ja. dat soort globale, binnen een geglobaliseerde wereld, dat soort conflicten krijgt, dan kan heel complex worden. Ja. Maar nu, ja. in de steeds is er nu ook, is, is men, heeft men de basis gelegd van ook een soort persoonlijkheidsrecht. Dat wordt nu afgerond, er is ook daar. Er staat soms aparte wetgeving. Mm -hmm. he, dus ook dat systeem zit heel anders in elkaar. Maar dat gaat ook de zaken of de debatten verder voeden in de World Intellectual Property Organization. Niet iedereen denkt hetzelfde. He. De, ja, nee. dat is, de Japanners dat is... bijvoorbeeld, die zeggen AI, Kunnen we economisch wel bijvaren. Die zijn van plan van het veel vrijer te laten. Niet te min, in de artistieke sector denk ik dat er voldoende middelen zullen komen, rechtsmiddelen, ja. wettelijke afleiding, die toch wel de zaken gaat beheersen. En binnen het collectief beheer zal er dan ook een goede denkoffering moeten gebeuren. Hoe gaan we dat gaan in? Ik hoor dat het je graag dan... zeggen, want dat is, en dat was in Parijs ook al een van de eerste denkpistes, we gaan hier moeten via collectief beheer een vergoedingsregeling voor uitwerken. En mm -hmm. dat denkwerk is al bezig. Dat moet dan ook natuurlijk in de wet verankerd worden, maar het lijkt mij logisch. En dan is het ook weer een kwestie van goede informatie, goede documentatie en ja, de, de juiste ja. middelen inzetten om een goede verdeling te doen. Want dat is het probleem van collectief beheer. Hebben we voldoende informatie om precies. Uh, en mm. dan kan AI daar misschien net heel goed bij helpen. Hè? Ja, ja om, het, om, om dat dan. Om die data te beheersen, ja. te analyseren. Ja, absoluut. Ik denk dat ja. daar zit zeker een sterkte in. Dus alles ja. samen, ben ik niet mega pessimistisch. Uh, ik zie ook dat er heel veel mensen in academische kringen, ook op vlak van IT, dan, daar heel, heel intensief mee bezig zijn. Mm -hmm. De juiste vragen stellen. Uh, nee, laat ons binnen vijf jaar nog eens praten. Mag ik zeggen over wat voor termijn praten? Het is niet dat dat binnen een jaar gekronken uh, is. Vijf, nee, vijf à tien jaar, denk ik. Tien jaar, en okay, Ondertussen yeah. zal er uh, heel veel... Ge, ja, ...gevriemel en ge, geduw en getrekt zijn nog in mm -hmm. de sector. Dat hadden we met, met streaming uh, en met downloads ook. Hè. Die omslag van fysiek product naar streaming en downloads, dat, dat, was, uh, dat was ongezien, hè. Uh, mm -hmm. En dus daarover, daar heeft het hele wettelijke kader zich ook over een periode even kijken. Uh, een periode van 10 à 15 jaar moeten dan aanpassen. En het is ja, nog oké, niet o. helemaal vol, hè he, dat, dat proces. Nee. Dat, is, dat is het ding, denk ik, dat, de, dat verandert constant. Dus ja. je bent nooit klaar. Om nee. te zeggen van, oké, okay, nee. oh, dit nee, is goed want... voor de komende duizend jaar. Nee, want je ziet nu ook okay, de discussies ja. over Spotify, die zeggen, oh, de eerste duizend uh, streams gaan we niks over uitbetalen. Daar kun je heel veel over zeggen, maar dat, ja, dat, is, dat is ook een stuk ja. regelgeving, dat ze, enfin, die zij dan zouden gaan, gaan opleggen, die, die zich nog altijd aan het uitkristalliseren is. Dus, mm -hmm. uh, nee. Moeilijke kwesties. Uh. Dat zijn zeer moeilijke kwesties, ja. Je hebt ook je hebt zelf wel internationale ervaring, uh, en... Een van de dingen die je me zei, en dat is ook al meerdere malen aan bod gekomen hier, uh, is het internationaliseren van onze artiesten is een, een, een moeilijk punt om toch mm -hmm. steun te krijgen vanuit de overheid. Mm -hmm. um, waarom is er daar eigenlijk zo weinig urgency naar om, om die internationalisering te gaan ondersteunen? Omdat uh, effectief weer dezelfde, ja, dezelfde bedenkingen. Hè? Uh, Artiesten zich daar zelf niet, te, te, niet genoeg op dat vlak laten gelden. Mm -hmm. De organisaties die dan zogezegd voor artiesten optreden, dat zelf niet goed aanpakken. En omdat er inderdaad op die manier ook geen gehoor kan gevonden worden bij politici. Ja. Dat is, dat is, dat is, dat is alleen met muziekje, enfin, vroeger Galm, zeggen wij dat al 15 jaar. Hè? Wat met de export van Belgische muziek? Want we zitten wel, we hebben heel veel talent hier. Hè? Tuurlijk, daar twijfelt niemand aan. En dat wordt ook veelal erkend mm. in het buitenland. Maar er zijn geen hefbomen voor mensen die effectief iets in het buitenland zouden kunnen betekenen om die daarbij te helpen. Die zijn er niet. En ja, dan komt men altijd af, maar ja, we hebben toch, we hebben toch beurzen en we, zitten, we zijn nu weer hè, EuroSonic geweest. En ja, natuurlijk, EuroSonic is een heel interessante beurs. Mm -hmm. Maar je doet daar een showcase, voor hetzelfde geld zitten er drie man, voor hetzelfde geld zitten er 200 man. Dat kan een middel zijn, maar dat is geen structureel doordacht ja. Ja, plan om op lange termijn, want je, om een door te laten breken, ja, dan ben je minstens twee jaar bezig. Hè? Ja. Uh, en dan moet je zeer goed over nadenken en dan moet je ook de middelen voor hebben. Ik zie, nu, ik zie nu met heel veel plezier, want ik ben van uh, Charlotte Tadigerie en Boris Popul, Bolis Pipul, ja, uh, toch heel breed in de wereld successen. gehoord. Ik vind dat fantastisch en live staan ze er ook. Mm -hmm. Maar ik denk dat je aan het management, als je vraagt van uh, hoe, hoe doe je dat allemaal, dat is, je zou schrikken hoor, hoe, hoe zwaar, hoe intensief, hoe, hoe kapitaalintensief dat ook. En, en, en uiteraard. dat soort dingen, de juiste artiesten daarbij ondersteunen, daar geen structurele ideeën over. We hebben zoiets als aan de Vlaamse kant, aan Vlaanderen investment and trade, maar ja, die, die gaan andere sectoren ja, op ja. beurzen vertegenwoordigen, helpen, aan nou, die mensen hun werk niks afdoen. Maar die werken op, op manieren die voor de artistieke sector niet nuttig zijn. Dus je moet daar helemaal gaan. Een ander denkkader, gaan een ander creëren, denkkader ja. voor, voor maken. Okay. En, en, en je moet ook de middelen hebben. Effectief op de juiste manier uh, de fond voor te leggen, de, de, de basis voor te leggen. Is er, dan, is er daar ook een rol dan voor weggelegd voor de platenlabels? Want je zou denken dan de, de majors hebben in principe de mogelijkheden, uh, natuurlijk hun structuur. Uh, is niet zo opgezet om dat... Ah, uh... Toch wel, ze hadden die middelen alleszins. Uh, ja, je kon vroeger... Voordat we het weten, is dat zo'n nostalgisch verhaal. <lacht> <lacht> maar je kon vroeger, als een bepaalde artiest in een bepaald land bij een major merkbare successen had, kon je, dat waren de MD's dan, die konden zeggen van ja, maar kijk, ik wil dat deze act, die zich bewezen heeft in eigen land, dat je die oppikt en ook... In heel Europa gaat ondersteunen, marketinggewijze eh, tours. Eh. Mm. Door die hele omwenteling die de, die de industrie heeft doorgemaakt, zit iedereen toch meer op zijn eilandje. En ja heeft iedereen ja, eerder die neiging om te zeggen van ja, kijken naar onze artiesten, lokaal. en andere artiesten, het zal wel dat er in andere landen ook uh, boeiende artiesten zitten, maar we gaan ons daar nu niet op concentreren. Ja. Dan da, da merk je toch wel dat daar heel veel veranderd is. En in België in het bijzonder. Ja, er zijn amper platenfirma's die, die toursupport nog geven. Dat was vroeger een, een, een heel groot middel om, om mensen, ja, ja, ja. artiesten in, te leren kennen in andere landen. Dat gebeurt nog amper. Er is weinig marketingdenken op breder niveau. Hmm. Maar anderzijds voelen platenfirma's, dat ook wel. voelen platenfirma's dat ook wel. Ze zijn zich anderzijds ook wel meer en meer nog op die eigen markt gaan, gaan, gaan zetten en gaan, gaan concentreren. Maar dat is, ja... Mijn zin is, kun je het wel een tijd in eigen markt rendabel houden, en er zijn groten die dat kunnen, hè. kennen ze. Maar er zijn er ook heel veel die perfect de wereld zouden kunnen ingaan en op die manier een, een, een lange termijn carrière hebben. En daar... Gebeurt heel, heel weinig. En dat, ja, niet ja. Al, daar zijn manieren op, maar men moet ze ook durven uitwerken en daar ook de fondsen durven voor vrijmaken. Erover praten, hé, zoals dat we hier eh, proberen <laughs> te doen. <laughs> ja, dat dus is een uh... lang antwoord, hé, maar, maar het is toch wel. Ja, het is een topic dat bij verschillende hasten al aan bod is gekomen en uh, waar dat sommige mensen daar toch voor pleiten. Dus, ja. Uh... ja, en, en dat, vast, dat stel ik dan toch vast waar we met de muziek hielden, daar overal al echt 15 jaar. Op de tafel slaan, voel ik dat er nu toch een soort urgency groeit en een, 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 een verder schrijdend inzicht is gekomen ja. van ja, daar zit hem de clue. Uh, en, en, en ik hoop dat dat ja, nu, de komende jaren, in die zin is 2024 ook een zeer betekenisvolle jaar, want er zijn verkiezingen op alle niveaus. Mm -hmm. En ja, ook al zijn partijen niet altijd uh, mee met denken over cultuur, is dat niet altijd top of mind in, in programma's. Ik heb dat nog geconstateerd, omdat ik de afgelopen weken wat, wat folders in mijn bus kreeg. Ja, ik, ja, cultuur is niet belangrijk, want het staat niet. <laughs> het, staat <er> niet op, <laughs> het staat er niet in. Uh, misschien komen er nog andere folders waar het dan toch in staat. Uh, ja, we gaan ja. zien. Op dat vlak zal het hoe dan ook een belangrijk jaar zijn. Hè. Wat, wat gaan we aan politieke leiders krijgen? Zowel op Vlaams vlak als op het federale. Mm -hmm. Nee, nee, nee. Maar daar is nu een solide kader, maar dat moet wel verder uitgebreid worden. Dus ook daar is het belangrijk om te gaan zien: politiek aan de macht. Is politiek niks voor jou? Omdat... Nee, nee, nee. nee, 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 absoluut niet. Uh, maar ik, ik vind politiek heel belangrijk. Ja, ja, ja. En ik ga de laatste zijn om te gaan zeuren over politici zus. En ze doen niks en ze verdienen zoveel geld. Ja, gaat het zijn. Zoals overal zijn er uitwassen en misstanden. Mm. Maar ik doe daar mijn klak vooraf voor mensen die echt een, een visie hebben en die die willen doordrukken. En dat is niet altijd fraai. Hè? Dat, is een, dat, is een, dat is een wereld waar, mm. waar het octikus klinkt en botst. Maar, maar nee, maar ik zelf nee. nee ik, 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 ik vind wel dat politici. Ja, Moeten zich, laten zich moeten laten inspireren door, door... de technocraten, is ook zo'n fout <laughs> woord. Maar de mensen die de terreinkennis hebben, laat het mij zo stellen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die, die de terreinskennis hebben en die, die dan in gesprek kunnen gaan met, met politici. En dat, dat heb ik sowieso in de feiten, maar ook voor playwright, uh, de muziekhilde, is mm. dat gebeurd. Dat, dat je, 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 je geeft je standpunten vorm en je gaat daar dan mee. Maar de politiek. En, en in het beste geval luistert men of doet men er iets mee. Dat, ja, wat we zelf wel aan in het begin. Je bent zelf uh, kwartistiek aangelegd, als <laughs> ik het zo mag verwoorden. Ja. Uh, maar van waar komt de, de drang of de zin om mee te helpen trekken aan een beleid? Yeah. Want dat is niet dat ja, iedereen yeah. zomaar uh, voelt als een roeping. Van waar komt dat bij jou? <laughs> ja, 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 ja. Uh, ja, natuurlijk, die juridische vorming doet daar al heel veel aan. Hè? Dus. Uh... Ja, maar nee. ja, Je maar kunt maar jurist toch, worden of advocaat en zeggen van ik ga dat's waar, dat's veel waar. geld gaan verdienen. Ja, eh, crimineel waar. gaan verdedigen of zo. Er zijn ja, verschillende. Of, of palen. Ik, ik, ik ga vastgoedcontracten doen. Ja, voilà. Nee, dat heb ik pas achteraf beseft. Van, dat, nee, dat <laughs> <laughs> maar um, ja, en, en wel, ik heb aan het begin gezegd dat ik even in de UK bij een groep gespeeld heb. Clock Divier, hey, ter vervanging van hun toenmalige... Enfin, een voormalige zanger had een lang verhaal. Ik was al fan van die groep en, en, en werd dan geselecteerd om, om, om te gaan zingen en spelen. En we zijn de studio gegaan. Uh, en ik heb daar in de UK, dan, hè, dat was in, in Londen en Sheffield, de groep uit Sheffield, uh, heel veel gezien en meegemaakt. En ook gezien hoe die industrie voor een stuk bepaalde mm. hoe het creatief allemaal... In, zou gaan gerealiseerd worden. Oké, okay, ja. Uh, die manager, veel, hij heeft veel gesproken met die maar ik was, was nog zeer jong. Hè? En dat was toch ook een eye-opener van: kijk eens, je hebt je talent of urgency, je, je drang om dingen te doen, maar daar moeten ook nog zoveel andere zaken goed bij sporen. En als je daar ook goed over nadenkt, heb je daar een zekere invloed. Verder op in mijn traject, ja, bij, bij, bij RNS Records, ja. Dat was een fantastische tijd. Uh, mijn fantastische ploeg op het hoogtepunt van, van dance. Uh, en daar ook gewerkt met een extern Engels advocaat. Dus echt, de UK is, is echt wel voor mij. Ik uh, ben uh, ook sowieso uh, een uh. en, en dus Echt wel op, indirect ook heel vormend geweest. Heel veel geleerd van die externe advocaat. Ook uh. gezien hoe men daar uh, vanuit de politiek naar de muziekindustrie kijkt. Dat is heel anders dan hier. Daar zegt men in de UK. Onze muziek is een economisch gegeven. En wij mm, vinden okay. dat superbelangrijk. De oh. ene regering al wat meer dan de andere. <laughs> nee, he. ja, ja, ja. Het is niet dat dat er ook allemaal vanzelf gaat, maar, maar dat, dat zit daar in het politieke DNA. Onze muziek, dat, daar komen wij de wereld mee rond. Mm -hmm. en, dan krijg, en dat zag ik daar dan via de, de contacten die ik daar had. De volgende stap: de, in, ja, de Sony's. En, en... Ik heb voor Sony België en IMI België gewerkt. Met heel veel internationale interactie. En dan zie je hoe men het in het buitenland doet en hoe het effectief een kwestie is. We zaten toen al in de, omvorming, de digitale omvorming, en daar heb ik dan heel veel ook gezien, hoe men dat naar de politiek vertaalde. Mm -hmm. op Europees of op Amerikaans niveau. We hadden internationale uh, vergaderingen van legal en business affairs managers. Die strategieën werden bepaald. Dan, dan zie je hoe het gebeurt. Zodat je echt verandering kan ja, brengen. En, 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 en dat allemaal samen, dat was een traject. Dan kom je uit in eigen land op collectief beheer. En, en. Mm -hmm. Dus het is, het is geen punt ergens in de tijd. Het is, nee. het is een cumulatie van, van, van momenten en van. van Contacten ook, heel veel. Ja, je ontmoet mensen. En, en het zijn mensen in het Playwright-verhaal. Had ik die niet ontmoet, dan was het een heel ander gegeven geworden. Die, ja, die mij ook geïnspireerd hebben. Die, die die visie konden onderschrijven. Die een gezamenlijke visie konden onderschrijven. Die daar okay. ook heel consequent in waren. Ja. Maakt wel eens heel blij met hoe het gelopen is. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat het goed is dat er mensen zijn zoals jou, die, die uh, toch ja. het, het culturele in zich hebben en tegelijkertijd ja. de kennis en de know-how hebben om daar iets aan te doen en de wetgeving te ja, beïnvloeden. Ik ben, ja, te, te en om, om een ben ook niet de enige te... natuurlijk, en, en het, het is. Nee, maar, maar het, is ook, het komt toch er veelal op neer. En... Dat was dus ook het verhaal dat ik vertel, als ik er nu op terugkijk, dat je in de sector gewerkt hebt. Dat je effectief de shit hebt meegemaakt. Contractonderhandelingen, problemen, piraterij, al die aspecten. Mm -hmm. En zo zijn er nog mensen, maar ik zie heel veel ja, wijsneuzerij van mensen die zeggen van, ja maar we gaan dat hier zo ja. en zo doen en, en, en ik heb geen idee. Hoe modderig het terrein is. Ja. En, 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 en je zegt dat nu wel, maar... Dus ja, maar ik ben ook zeker niet de enige, de enige die, die effectief... Uh, ja. ja, nee, nee. Absoluut niet. Maar is... Ja. Ja, maar dus, uh... En ik, ik kan me daar soms aan ergeren. <laughs> kan ik me inbeelden. <laughs> ja. Maar goed. Uh, nee, nee. Uiteindelijk uh, er zijn positieve dingen gebeurd de afgelopen jaren. En laat ons daar vooral heel blij mee zijn. Dus... Ik heb naar Hoe je altijd de laatste vraag op deze podcast. Ja. Uh, die luidt als volgt. Stel, ik geef jou nu een grote zak geld. Ja. Uh, wat zou jouw laatste investering zijn die je hiermee gaat doen? Dat mag zijn in iets of in iemand. Niet iets materialistisch natuurlijk, maar een investering die de muziekindustrie vooruit zou kunnen helpen. Oké, okay. uh, dat zou zijn uh, het opzetten van een muziekfonds. Daarmee bedoel ik... Muziekfonds, ja. muziekfonds, daarmee bedoel ik, hè, dan zitten we even op het Vlaamse cultuurniveau. Uh, je ziet dat de twee sectoren, belangrijke sectoren, zoals literatuur en audiovisueel, dat zijn twee sectoren. Het zijn niet de enige die ja, met marktwerking moeten rekening houden. Mm -hmm. Je moet je boek verkopen, je moet je film aan de man brengen, je moet je serie kunnen op uh, de, de streamingplatformen zetten. Dus daar is een, een economisch gegeven. Ook games zitten daaronder bij het, het Vlaams Audiovisueel Fonds. Je hebt het Literatuurfonds Vlaanderen. In de muziek moet er ook zo'n fonds komen. En niet meer van de politiek die wel eens zegt dan wie ze dan wat subsidies uitkeert, want daar zit geen lijn in. Dat, is, ja. dat, 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 dat kan ook nooit een politieke of een, een culturele visie uit voortkomen, dat, dat is maar hè. we zijn in Vlaanderen heel erg sterk in het verdelen van de armoede hier een beetje geld, hier, een beetje iedereen tevreden ja, maar eigenlijk brengt het ons niet verder, en zo'n fonds, en dat heb je dat heb je gezien in de film dat kan dingen ook internationaal doen, bougeren literatuur idem dito ja. toen in, uh, dat was trouwens mijn voormalige baas van Sony die toen het literatuurfonds Vlaanderen Fonds, Fonds der Letteren heette het toen nog, die dat leidde toen. Ja, er was de, de, de Frankfurter Boegmesse, waar men samen met Nederland naartoe is getrokken. En daar zijn zoveel internationale exportaties van auteurs, Vlaamse auteurs uitgekomen, in vertaling. Mm -hmm. Waar men nu nog altijd opteert, de Stefan Hertmansen van deze wereld, die in alle talen, vert... ja, dat, dat waren de contacten die daar toen gelegd zijn. Maar dat was niet de politiek die zei, ja nu moet je dit doen, dan moet je dat doen, we geven daar een beetje geld. Nee, dat was de sector zelf, van de letteren, eh, van, uh, de, en de letteren, en het, later ook, dus dan het audiovisueel fonds, die gezegd hebben, van, wij kennen deze sector, wij gaan die en die investering doen, want wij denken dat daar en daar ook internationaal succes valt te behalen. Daar heb je geld voor nodig. Maar misschien ook gewoon een heroriëntatie van de middelen die er mm -hmm. zijn. Niet noodzakelijk altijd maar meer geld zijn, maar je kunt middelen heroriënteren. En dat denk ik uh, is nu nodig. Uh, dat die sector zelf kan zeggen, wij gaan deze en geen artiest steunen, we gaan op die en die manier mm -hmm. doen. Uh, en, en niet meer van ja, een beetje subsidie hier en politiek. Politiek die op Vlaams niveau althans eigenlijk heel weinig aan de muziekindustrie vorm heeft gegeven. Dus, een andere kijk op de zakenfonds, dat dan ook effectief dat hele internationale verhaal uh, schrijven. Hè? Uh, ja. Van hoe gaan we effectief onze muziekmakers steunen op de lange tot middellange termijn, uh, middellange tot lange termijn, om internationaal iets klaar te maken. Want als je internationaal ergens komt, vloeit vanzelf weer terug. In die zin dat dan, dan krijg je jonge artiesten die daar ook zin door krijgen, inspiratie ja, is dat een door krijgen. Voordeel, dat uh -huh. koppelt met terug dat inspireert daar leert de hele sector uit want ik vind ook als je als je zo op die manier steun internationale steun gaat geven aan artiesten dan vind ik ook wel dat je tot een systeem moet komen waarbij als dat effect heeft dat ze dan de inkomsten dat er een stukje ook terug naar gemeenschappelijke streven mm -hmm. He, dus ja. dat je dan een soort kickback krijgt. Dat valt allemaal uit te werken. Uh, men denkt zo, oeh, oe, dat gaat. Nee. Maar er is weerzin, omdat een aantal krachten in de Vlaamse muziek uh, denken dat ze dan. Hun uh, schijnbaar prominente uh, positie gaan moeten loslaten. Dan laat ik het daarop houden. Maar bij deze is het idee gelanceerd. Als er mensen zijn met echte zakken haalt. Uh, <laughs> ja, 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 laat <laughs> laat ja, jullie maar, zeker horen. Ja, dan gaan we er eens uh, goed uh, over praten, om, uh, ja, om dat goed te besteden. Dat is zeker besteken, ja. Ja. Uh, Luc, dank je merci om je om te komen. Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging. Ja, ik vond het ja, heel fijn. Ja, ik dank ook. U. Veel succes nog verder. Dankjewel, maar wij spreken elkaar zeker ook nog in. Zeker. Ja.